Welkom bij NV Nederland. In deze uitzending aandacht voor ondernemers in bouw en interieur in het oosten van Brabant. Hoe staat de markt er in deze regio voor? En spreekt men hier over crisis of kans? Het heeft ons alleen maar kansen gebracht en geen bedreigingen. En daar zijn we heel gelukkig mee. Dat later in deze uitzending. Maar we beginnen met de hoofdpunten van het economisch nieuws uit Nederland. Detailhandel Nederland waarschuwt voor dramatische gevolgen die een btw-verhoging zal hebben. De organisatie vreest dat de btw-verhoging naar 21% minder oplevert dan verwacht, doordat het consumentenvertrouwen heel laag is. Daarbij zal er meer in Duitsland en België gekocht worden. De stijgende leegstand van winkels lijkt vooralsnog te zijn gestopt. Dit blijkt uit cijfers van Locatus, een databank voor winkelinformatie. In 2009, 2010 en 2011 steeg de leegstand nog behoorlijk. Maar het laatste halfjaar van 2012 is de opmars gestopt. Begin juli stond 6,3% van alle winkelpanden leeg. Precies evenveel als een half jaar geleden. Het is dus voor het eerst sinds de crisis dat de leegstand niet verder oploopt. 1 op 9 bouwbedrijven is sinds het begin van de crisis afgehaakt. Dat blijkt uit gegevens van het Pensioenfonds voor de Bouw. Het aantal werknemers in de sector is met 19% nog harder geslonken. Het aantal faillissementen in de bouw groeit hard en het aantal werklozen loopt nog sneller op. Volgens het onderzoeksbureau EIM krijgt de bouwsector echter te maken met een tekort aan werknemers van 11% in 2020. Dit wordt het grootste tekort op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook in de regio Oost-Brabant laat de bouwcrisis haar sporen na. Toch wordt er nog steeds flink geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsruimte. Zo bouwt handelsonderneming Edco een van de grootste distributiecentra van Europa in Deurne. Ook voor de buitenlandse vestigers blijft de regio een aantrekkelijke optie. De disciplines en activiteiten die wij in huis hebben, zijn drie activiteiten. Dat is de bouw voor zowel bedrijfsruimte, woning, onroerend goed, etc. Vastgoed, met name bedrijfsruimtes en ontwikkeling voor zowel bedrijfsruimtes als medewoningbouw. Als wij een aanvraag binnenkrijgen voor bedrijfshuisvesting of voor bedrijven die een bedrijfshuisvesting zoeken, dan kijken wij eerst in ons eigen portefeuille of we iets geschikt kunnen vinden. Kunnen wij dat niet vinden, dan hebben wij een bouwer naast ons staan en wij kunnen het in ieder geval altijd bouwen. Wij gaan altijd op zoek, samen met de zoeker, om te kijken wat er mogelijk is binnen de regio en binnen Helmond. Een groep sterke bouwondernemingen en ontwikkelaars maakt gebruik van een breed netwerk van ondersteunende bedrijven in de regio. Ook zij merken de invloed van de economische crisis, maar niet altijd in de negatieve zin. In de afgelopen periode heeft de crisis fors toegeslagen. Daarmee zijn allerlei opdrachtgevers op zoek gegaan naar partijen waar ze vroeger niet mee werkten. Dus het heeft ons alleen maar kansen gebracht en geen bedreigingen. En daar zijn we heel gelukkig mee. De bedrijfsactiviteiten van SAFE zijn het ondersteunen van betonconstructies. In al zijn vormen, voor alle mogelijke bouwtypes. Wij leveren met name de stempels, maar ook het stijgersysteem die daarbij horen. Wij kunnen hoge belastingen op. Er kunnen belastingen op tot 125 kN per poot. En we kunnen toch gewoon doorbouwen, zowel verticaal als horizontaal, in de gewenste vorm van het desbetreffende bouwwerk. Maar wij doen ook de engineering, we doen ook het just-in-time leveringen en we doen ook de hele montage en demontage van onze materialen. Kom met die probleem bij ons. Wij hebben de technische kennis, wij hebben de mensen en we helpen u het project zo goedkoop mogelijk te realiseren. In een duurzame bouweconomie kunnen traditionele materialen goed dienst doen. FSC-gecertificeerd hout wordt steeds vaker gebruikt. Voorbewerking van hout vindt op grote schaal plaats in Oost-Brabant. Mevrouw Houtindustrie in Helmond is een van de grotere loonschaverijen in Nederland. Die daarnaast ook nog vingerlassen lamineren, op- en overslag en allerlei andere diensten verlenen aan klanten. Wij leveren meestal uitsluitend aan de handel. Meedenken in grotere afmetingen, langere lengtes en het opbouwen van gelamineerd hout en innovatieve producten is voor ons een specialisme waar onze klanten erg tevreden mee zijn. Wilt u meer weten over Mevo Houtindustrie? Surf dan naar nvnl.tv voor een uitgebreide versie van het interview met Gijs Kuipers, waarin onder andere bespreken hoe men succesvol de concurrentie met lage loonlanden aangaat.
Ook binnen de interieurbouw is hout een veelgebruikt materiaal. Waar bewerking in het verleden een arbeids- en kostenintensief proces was, wordt door automatisering de productiviteit flink verhoogd. Met ons machinepark kunnen wij mee met de grote bedrijven. Alleen we proberen het bedrijf op zich gewoon wel compact te houden. Het grootste voordeel is het persoonlijk contact. Plus dat wij heel prijsscherp in de markt staan. De belangrijkste kenmerken van ons bedrijf is klantgerichtheid. Dat staat voorop. Wij zijn heel flexibel naar onze klanten toe. Wij kunnen iedere woonwens kunnen we werkelijkheid maken. Ik zou graag in contact willen komen met Belgische binnenhuisarchitecten. Hetzelfde als wij hier in Nederland al doen, lijkt me daar zeker voor de Belgische markt echt een uitdaging voor ons bedrijf. We zijn maar op één doel uit en dat is onze klanten tevreden houden. In de crisistijd kiezen consumenten steeds vaker voor zogenaamde do-it-zelf oplossingen. De kwaliteitseisen van de do-it-zelver worden dan ook steeds hoger. Door middel van innovatie weten bedrijven uit de regio aan deze eisen te voldoen. Wat Decorzon met name doet, is producten innoveren en ontwikkelen en produceren die geschikt zijn voor de consumentenmarkt waar een consument zich oriënteert in de do-it-zelf bouwmarkten in een Europese markt. Steenstrippen, bouwmaterialen, tegels, wand- en vloertegels, producten in de tuin, potgrond, baier, isolatie, kleinmeubelen, dat zijn de productgroepen waar wij met name gespecialiseerd zijn. Wij denken dat het onderscheidende vermogen gemaakt wordt door de drie divisies, productie, handel en logistiek, die vanuit één centraal punt gestuurd worden en die vervolgens dan met name richten op betrouwbaarheid van afspraken. Wat je zegt, moet je nakomen, ongeacht de moeilijkheidsgraad. En dan kun je daarin schakelen binnen productie, binnen logistiek en binnen de groothandel. Ik denk dat de kansen met name liggen in het onderscheidend vermogen en het creëren van nieuwe producten die uiteindelijk hier ook gemaakt worden. Daar liggen de kansen die dan vernieuwend moeten zijn, inspirerend moeten zijn, maar ook betaalbaar. Wij proberen met onze dienstverlening zo ver te gaan dat het in ieder geval altijd een stapje verder is dan wat in de markt gebruikelijk is. Wij denken dat in België met name de kansen liggen op thuisbezorgen. Dan moet u zich voorstellen, de Belgische consument bezoekt een van die bouwmarkten in België. Doet daar zijn bestelling. De bouwmarkt doet de bestelling naar Decor. En Decor gaat ervoor zorgen dat bij die particulier thuis bezorgd wordt. En dat productpakket, dat mag die consument zelf kiezen. Wij zorgen voor een tijdige en een betrouwbare levering. Tot zover deze aflevering van NV Nederland. Voor meer informatie en een uitgebreide versie van alle interviews in deze uitzending, surft u naar nvnl.tv. Hier ziet u onder andere het uitgebreid interview met Nico Whitlocks van Decorzon, waarin we dieper ingaan op het complexe logistieke proces dat Decorzon voor klanten kan verzorgen. Daarnaast kunt u in contact komen met alle ondernemers die in deze uitzending aan het woord zijn gekomen. Waar liggen de kansen? Bekijk het ook online bij NV Nederland.